En we zijn hier bij bedrijven Oorlik en Koenderink. Het is heel feestelijk hier. 1 februari bestaan ze 100 jaar. Ze hadden het bijna niet gehaald, hè? Nou, Oorlik en Koenderink op zichzelf, als zelfstandig bedrijf, hebben ze 80 jaar bestaan. En toen is het overgegaan naar General Electric. Ja, dat was allemaal. Er waren geen opvolgers. De Oorlik had geen opvolgers en Koenderink ook niet. En dan wil de familie op een gegeven ogenblik wil wat geld zien. En zodoende is het in de verkoop gekomen. 100 jaar is een hele tijd en u hebt daar een boek over geschreven. Het ligt op uw schoot. Wat wilde u eigenlijk precies in het boek zetten? Nou, mijn liefhebberij was altijd historie, lokale historie en familiehistorie. En toen ik hier bij elkaar kwam, dat is al wel een hele tijd geleden, toen ben ik automatisch begonnen met verzamelen van gegevens en foto's. Eerst in het begin met heel bescheiden wezen. Maar zo langzamerhand werd dat wel wat meer. En toen begon het idee, langzaam begon dat idee gestalte te krijgen om er een boek van te maken, iets meer van te maken. En zodoende is het boek eigenlijk tot stand gekomen. Ik heb van de directie wat meer informatie gekregen. En zodoende heb ik onder andere een heel archief opgebouwd van Oorlik en Koenderink. U hebt heel wat archieven moeten doorspitten, hè, om dit boek tot stand te brengen. Ja, ja. Het staat helemaal vol met informatie. En het is voor de werknemers van Oorlik en Koenderink is dit een bijzonder interessant boek. Ze kunnen alles wat ze meegemaakt hebben in hun OK-tijd, kunnen ze hier wel in terugvinden. Wij hebben hier samen gewerkt in het verleden, 17 jaar. En Ans heeft 15 jaar hier gewerkt. Dat is toch wel een behoorlijke tijd. Dus ja, allemaal herinneringen die hierin staan. Ja, dat is toch wel speciaal. En wat hoop je in het boek te vinden? Wat wil je daarin zien? Met name foto's uit ons verleden, wat wij meegemaakt hebben hier. Het was toch wel een gemoedelijk bedrijf. Ja. Toen destijds, onder Oorlik en Koenderink nog, was het echt gemoedelijk. Ja. En dus, alles weten we ook niet, hè, hoe het allemaal gegaan is. Hè. Dat is 100 jaar is heel veel. Ja. En daar heb ik maar 16 jaar van gewerkt. Dus het is allemaal nieuw hoor. Heel veel nog wel, tenminste. Ja. We zijn 18 jaar geleden eruit gegaan. Ja. Ja. En wat ook heel leuk is, dat je dus nu heel veel oude bekenden weer terugziet. Ja. Komt er nog bij, hè. Dus een hele leuke dag. Een soort van reunie is het toch geworden. Ja. Ja. Ook u hebt een boek van Oorlik en Koenderink 100 jaar. Bent u een oud werknemer? Ik ben een oud werknemer. Ik ben sinds 2004 hier weg. Maar ik heb hier 27 jaar gewerkt. En wat wilt u in het boek terugzien? Nou, de geschiedenis. Het zijn goede herinneringen. Ik heb toen het van Oorlik en Koenderink zelf was, toen het echt een familiebedrijf was, hier met heel veel plezier gewerkt. Jammer genoeg dat het GE werd, want toen werd het hier minder. De sfeer werd ook minder en ja, toen heb ik toch ook wat anders gezocht. En nu met oud-collega's aan de klets? Ja, genoeg. Heleboel. Kom je een heleboel tegen. Je hebt hier zoveel jaar gewerkt en van de ouderen loop je genoeg rond. En ja, ik heb hier altijd met heel veel plezier gewerkt. Dank u. Rechts Oorlik aan de linkerkant en rechts Koenderink. Hoe lang hebt u aan het boek gewerkt? Nou, ik ben een jaar of 10 geleden al begonnen met het verzamelen van verschillende gegevens en foto's. Met de laatste 3 jaar wat intensiever. Want toen was het idee al geboren dat er een boek zou komen. En kunnen de mensen dit boek ook ergens kopen in een boekhandel? Of hoe komen ze eraan? Dit boek is te koop bij het archief van de historische kring. Dat is onder het gemeentehuis aan de achterzijde en bij de boekhandel.